We zijn vandaag hier op de redactie. Ik ga een interview hebben met Ellie Blanksma, de burgemeester van Helmond. We gaan het hebben over de coronamaatregelen en hoe Helmond hiermee omgaat. We gaan dit op een gepaste manier doen via Teams. De tweede golf komt er nu aan. En hoe druk wordt het nu steeds in het Elkeer ziekenhuis? Ja, we zien inderdaad dat we een sterke toename hebben van mensen die besmet zijn, die ziek zijn. We zien ook dat daardoor de opnames in het ziekenhuis ook toenemen. Maar ik kan wel zeggen dat het ziekenhuis hier in Helmond, het Elkelijk ziekenhuis, goed voorbereid is voor de tweede golf. Die waren natuurlijk ook bij de eerste golf, waren er veel opnames. De beschikbare bedden voor mensen met een besmetting en de IC-bedden, dus de intensive care bedden voor mensen die besmet zijn, die zijn goed bezet op dit moment. En ze kunnen het aan, maar we zien wel een zware toename. Oké, want hoe is het Elkeer ziekenhuis voorbereid? Gewoon voorbereid is natuurlijk wat we in het voorjaar mee hebben gemaakt, het Elkeer ziekenhuis, van die vele opnames. Zij zijn gewoon erg goed voorbereid met de ervaring die we in de eerste helft van het jaar hebben gehad. Om een wat sterkere toename. Als er nog meer mensen ziek zouden worden en opgenomen in het ziekenhuis, zijn zij voorbereid om de capaciteit wat uit te breiden om dat te kunnen managen. Oké. En de horecazaken moeten nu eerder dicht. En dat heeft waarschijnlijk ook verlies voor hen. Hoe gaat Helmond de horeca helpen? Ja, wij zijn altijd al in gesprek met de horeca. Er zijn ook landelijke regelingen afgesproken over financiële ondersteuning. En daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Veel horecaondernemers die hebben dus geen onvoldoende omzet en krijgen gewoon compensatie van de landelijke overheid. En dat voeren wij uit. Dat doet Censor, onze uitvoeringsorganisatie. Dus we proberen ze financieel te helpen en proberen ook te helpen daar wat kan, want er kan nog wel wat in de horeca. We hebben bijvoorbeeld om de terrassen buiten wat uit te breiden, wat mooier en toegankelijker te maken. Dus we zijn eigenlijk continu in gesprek om de pijn die de horeca ook heeft, en dat zie ik gewoon, en dat gaat me ook na in het hart. Maar samen moeten wij hier wel doorheen kunnen komen. Ja, want omdat de horeca eerder gaat sluiten, staat het op stapleven en terrasleven voor jongeren ook een beetje stil. Hoe gaan wij ze helpen? Want we hebben gezien dat in voorgaande maanden dat ze elkaar gingen opzoeken en dat daar rellen uit ontstonden. Heeft Helmond een oplossing bedacht hiervoor? Nou, ik denk dat de eerste helft van het jaar was toen een intelligente lockdown. En toen gingen niet alleen de horecazaken dicht, maar ook alle sportactiviteiten, de scholen, alles was eigenlijk dicht. En wat we nu zien is dat een aantal sociale omgevingen dichtgaan, zoals de horeca. Dus daar is dan geen activiteit, maar de scholen zijn nog open. We proberen dat nog te handhaven. En je ziet ook dat de sportactiviteiten ook nog kunnen. Wel, de sportkantines zijn dicht, maar er mag nog gesport worden. Dus ik hoop echt dat dat soort uitlaatkleppen nog voldoende zijn om ook door deze moeilijke periode, want wel, net wel, het is een moeilijke periode voor ons allemaal, maar ook zo noodzakelijk om niet weer te komen tot een lockdown waar weer alles dicht moet. Dus ik hoop echt ook via jou te mogen zeggen tegen al die inwoners van Helmond, hou even vol, want als we het nu goed doen, dan hoop ik dat het afvlakken van het aantal besmettingen, dat dat ingezet wordt en dat er niet nog steeds meer mensen ziek worden. Dat doen we, de kwetsbaren en de ouderen onder ons, ook zeker voor de zorg. De zorg moet dit allemaal wel aankunnen. Ja, precies. En we hebben een aantal acties gezien van ik doe niet meer mee. Dat ze toch best wel veel steun hebben gekregen. Hoe was dit in Helmond? Ja, ik weet niet precies de aantallen in Helmond. Ik ken de actie natuurlijk. Ik besef ook heel goed dat we heel veel vragen van de samenleving. Ja, want dit legt echt wel een hele grote druk op ons. We zien ook door deze maatregelen allemaal dat de hele groep, ook oudere mensen, heel eenzaam worden. Die blijven binnen, die hebben weinig contacten. Jongeren waar je het net over had, jongeren die dan eigenlijk een aantal dingen niet kunnen, niet meer uitgaan. Dus je vraagt veel van de samenleving. We hopen ook echt dat door het goed uit te leggen waarom we dit moeten doen, goed uitleggen dat dit echt noodzakelijk is om erger te voorkomen, dat ook deze acties toch minder support krijgen dan eigenlijk gewenst is. Omdat ik denk dat het belangrijk is juist
te motiveren om wel aan de regels te houden. Anders dan gaan we echt niet realiseren dat het aantal zieken naar beneden gaat. En ook de mondkapjes is nu een dringend advies, maar niet verplicht. Hoe kijkt Helmond hier tegenaan? Hoe gaan jullie mensen aansporen om toch die mondkapjes op te doen? Ja, gewoon net als iedereen, zeker net als onze minister-president. Gewoon, het is een dringend advies. Je ziet nu ook gewoon dat in publieke ruimtes, bijvoorbeeld ons stadskantoor, daar liggen gewoon mondkapjes als je ze vergeten bent of je hebt het niet bij. En je kan er daar eentje pakken en dan heb je toch in die publieke ruimte dat je het mondkapje draagt. Dat zie je in winkels. Maar ik zie het wel als een aanvulling op alle andere maatregelen. Dat betekent gewoon dat die 1,5 meter afstand, dat blijft ontzettend belangrijk. En dat is echt regel nummer 1. 1,5 meter afstand, als je ziek bent of je voelt je niet lekker, blijf gewoon thuis en vermijd druktes. En dan, als het dan echt een keer te druk is of er is te veel mensen, dat mondkapje is dan erbij. Met al deze maatregelen hopen we dan dat we het virus niet de kans krijgen nog verder te besmetten. Oké. En heeft u nog iets te zeggen tegen de bewoners van Helmond in deze tijd? Ja, natuurlijk. Ik besef heel goed dat het een moeilijke periode is. Dat het echt een ongekende situatie is. Maar voor zeg maar, erger te voorkomen, vraag ik echt iedereen om al die maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken, ook voor de komende weken, goed op te volgen. Om zodoende besmetting in te kunnen dammen en dat het niet nog erger wordt. En in deze periode zou ik ook zeggen, ben een beetje lief voor jezelf. Ben een beetje lief voor de ander. En probeer eens een extra telefoontje of een extra kaartje voor diegene die wij in contact hebben. Dus ik hoop dat we samen door deze moeilijke periode heen komen. En ik wens iedereen er veel sterkte voor en blijf gezond.